parelsaus met jeneverhoen. Vier jaar geleden is Marlijneke nog voor 3 jaar naar Italië geweest. En toen ze terugkwam, heeft ze mij verteld dat ze 3 jaar naar Italië geweest is. En toen ze terugkwam, heeft ze mij verteld dat ze de Italiaanse kust zo heel erg lekker vond. Ach nee, wat heeft dat eigenlijk te maken met Sparta? Sparta, dat komt toch uit de Italiaanse kust? Ja! Even kijken hier. Nasi goreng. Nee. Nee, dat is Spaans, hè. Dat is goed. Of hier paella. Nee, dat is Indonesisch. Dat is ook goed, hè. Sauerkraut. Nee, dat is Indonesisch. Spaans. Osso buco. Ja. Nee, dat is Spaans. Of hier pizza. Ja, dat is het. Pizza. Nee, geen pizza. Een pizza. Ja, ja. Dat is kus. Huh? Ja, die vulling kan bestaan uit de kus tomaten, uit de kus paprika's. Uitjes kunnen daar ook op. Of burgemeester. Dat is het. Ik ga een kus klaarmaken. Wauw, Geertje, kan jij dat, zeg? Ja. Nee. Ja, zeg, hey. Het verbaasde me al, hè, dat het zo lang duurde voor ze kwamen kloppen. Ik moet helpen, want de kloppen doet het niet. Gegroet allemaal. Wat de burgemeester, meneer. Door de gist die ik bij het meel, de melk, meel, het mespuntje zout en de suiker het meel heb gedaan, zit dat deeg uit. Dat wil eigenlijk zeggen dat het zit uit. Oh, en is dat deeg dan nu al klaar, Geertje? Nee. Ja, waar gaan we dan nu zo spispas maken? Pizza's maken? Ja, ja. Nee. Moet ik zo lezen zo van, doe een kom in het meel? Nee. Ah, ik moest bellen, want dat klopt niet. Fuut! Dag Octaaf, kom je mee naar de keuken? Ah. Dan kun jij mij vertellen hoe je een kus moet maken. Wel, dat je moet ze plat maken. Bonacea. No, ik heb wel klopt niks. Wow, ik denk dat die meneer wil zeggen hè, dat hij moest bellen omdat onze klop het niet doet. Zie, hij vraagt of het past. Nee, pasta, dat is volgens mij...